We zijn teruggegaan omdat we dit jaar voor een ander concept hebben gekozen. Dus dit jaar hebben we meer een streekproductenfestival of een food festival georganiseerd. Vorige jaren was het echt een pop-up restaurant, dus echt fine dining. En nu hebben we gekozen om een bredere doelgroep aan te spreken. Maar met fine dining bereiken we ook een doelgroep, maar dat is een wat kleinere doelgroep. En met het food festival willen we een brede doelgroep van jong en oud inspireren om de producten van de lokale ondernemers te kopen. Patrick Doelen, die vorige week nog kok was bij het wijnrestaurant in Meersen, is dus nu ook de kok in Noorbeek. Het verschil tussen de twee evenementen is meteen duidelijk. Ja, je ziet het. Je ziet het. Het is wat landelijker. Dat is het. Hier is meer vee. En we staan nu niet bij een wijngaard, maar aan een koeienstal. Waar wij één rund van hebben gekocht, waar we het hele evenement van voorzien. Dit jaar. En net zoals het rund komen ook alle andere producten uit de omgeving. En dat geldt niet alleen voor het eten en drinken. We trekken het ook heel breed, dus niet alleen maar voedsel. Dus we werken ook samen met bijvoorbeeld een licht- en geluidtechnicus uit het dorp. En met meerdere andere partijen die in het dorp hierin faciliteren. En veel mensen uit het dorp komen dan ook hier de komende 3 dagen genieten. Dit jaar doen we het iets anders. Is het niet meer 2 weken, maar is het gewoon een weekend. Maken we er een festivalsfeertje van. Dat doen we door middel van een aantal foodtrucks. Door een route op de hoeve. Dus we hebben wat hapjes op de koer, wat hapjes in de tuin. De foodtrucks achter met fantastische uitzicht. Zijn lange tafels. Een beetje Toscaanse bruiloft idee. Gewoon lekker aanschuiven, lekker socializen en live muziek. En de ondernemers uit het dorp spelen hierin een hele belangrijke rol. Eigenlijk Noorbeek, hoe klein het ook is, maar Noorbeek is kwalitatief een prachtig dorp. Zowel qua uitstraling, maar ook, en dat is eigenlijk al door de eeuwen heen, door de ondernemers die het dorp maken. Want wij hebben hier op deze hele kleine bevolking toch een hele hoop ondernemers. En daardoor kunnen we dit ook creëren met zoveel lokale mensen. Het festival is vandaag begonnen en duurt nog tot en met zondag.